Emperor's Battle. En toen was hij, ja, kreeg hij een one-way ticket naar Sint-Helena. Hij heeft daar ook nog wijze woorden neergeschreven op dat eiland Sint-Helena. Hij zei van, mijn ware glorie, dat lag niet in die 40 veldslagen die ik heb gewonnen. Want zoveel had hij er wel gewonnen. Maar dat was allemaal teniet gedaan door dat ene grote verlies in Waterloo uiteraard. Hij zegt, mijn echte glorie, die ligt in mijn code civiel. En hij heeft potverdorie gelijk. Want nu nog altijd, ons Belgisch wetboek is eigenlijk gebaseerd op die Napoleontische code civiel. En zelfs de nummering klopt eigenlijk nog. Johan, we hebben een cadeautje voor jou. We hebben een postpakje gekregen. Je moet dat hier even snel openmaken. Ja, postbode zijn nu openmaken. Het is een beetje een raar verhaal, maar doe dat dan maar, zou ik zeggen. Hè? Ik denk, het moest nu ook afgegeven worden. Ik weet niet wat de hoogte erin, wat zit erin. Maar ik ben een beetje nieuwsgierig. Ik weet van wie dat komt. Ja, maar wat zit erin? De mensen weten van niks. Door het eens aan de mensen draaien is, ja, uw vrouw weet het ook niet wat erin zit, hè? Een potje Nutella, dames en heren. Dat je toch eens aan het denken. Wel, tijdens de repetities, we hebben heel intens gewerkt. Dat mag ik zeggen met beide orkesten, maar we hebben ook heel intens gelachen op sommige momenten. En er was een bepaalde passage in Angels of the Ocean waar ik vroeg aan de tenorsaxen en de tubas, nee, en de horens brengen. Dat moet echt Nutella of honing van de pot aflopen. Uiteindelijk hebben die mannen mij vanavond goed liggen gehad. Bent u er blij mee met uw pot Nutella? Heel blij, want ik heb zelfs voorgesteld dat ze een groepje kunnen oprichten. De Nutella's. Wel, de afzender, dat was inderdaad de Nutella's. Dank u wel, hij is er heel erg blij mee. Mogen we de andere gasten die even hier doen? Want we hebben nog een kleine attent.